Gentel, die was al vanaf vorig jaar de leid van de regering. Was overeenkomst met hem dat hij naar Nederland gaat als politieattaché in Amsterdam. Dus die man heeft hem gezegd, hij heeft geweigerd, hij heeft zelf gevraagd dat hij wil gaan. Alles is al voorbereid. En nu zegt hij, hij heeft daar aan tafel gezegd dat hij niet meer gaat. Ik zeg, als je niet meer wil gaan, dan is het geen probleem. En niemand heeft hem op post daar beloofd. Ik heb die mensen gevraagd, wat willen jullie hebben? Waarom ga je op straat? Je moet maar zeggen wat je wil. Hij zegt, ik heb de president al gezegd. Vraag de president wat ik hem kan zeggen wat ik wil. De president. Dat ik wil niet van de president, ik wil van jou horen. Ik zeg, ik wil president worden. Dat heeft hij gezegd daar. Niemand heeft hem post beloofd. Ja? Althans, ik niet. Het enige post wat ik hem had beloofd, is dat hij naar Nederland zou gaan. Maar dat is niet nu. Dat weet hij. Ja? Dus in ieder geval, geen enkele moment is het bij ons gekomen om deze mensen post te beloven. Juist hebben zij aangegeven wat ze willen. Maar dat wil ik niet zeggen hier wat ze willen. Maar in ieder geval, wanneer je praat over post, dat betekent dat Gentel zou gaan naar Holland, maar niet in die vergadering. Ja, dat is wat vanaf 2021. En hij vindt dat het te lang draait en daarom gaat hij op straat. Want er wordt niks van hem geregeld enzovoort. Dat is, zeg maar, ik weet niet. Maar dat is het hoor, niks is beloofd. Maar klopt het dat ze commissaris willen worden? Nee, dat heb ik niet gehoord. Ze hebben gezegd dat hun positie moet in orde komen. Dat hebben ze zelf gezegd. Want ze zijn achter, toch? Ze zijn achter met hun benoeming. Ik zeg, ik weet het niet. Ik ken de stand van zaken niet bij KPS. Maar iedereen die bevorderd moet bevorderd worden. Zolang de tijd is en je recht op hebben, dan moet je bevorderd worden. Ja. Maar niemand heeft iemand commissaris beloofd daar of wat dan ook. Ik zat vlak daar, dus ik ga niet voor mezelf liggen.